De gemeente Ede zet zich in voor een duurzaam Ede. Dat betekent onder andere dat we zoveel mogelijk duurzame energie zelf willen opwekken. Daarom doen we onderzoek naar het plaatsen van windmolens binnen een aangewezen plangebied. En dat is best wel ingewikkeld. Laten we eens kijken naar de route. De eerste stap. Een onderzoeksbureau heeft het plangebied onderzocht op verschillende mogelijke locaties. En hoe hoog de windmolens kunnen worden. Dat heet de alternatieve ontwikkeling. Stap 2. Komt op elke plek een windmolen te staan? Waarschijnlijk niet. Elke locatie wordt nog zorgvuldig verder onderzocht. Wat onderzocht gaat worden? Kan je lezen in de notitie Rijkwijde en Detailniveau. Stap 3. Vervolgens worden de meronderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld geluid en slagschaduw. De vierde en laatste stap. Als alle onderzoeken klaar zijn, neemt de gemeenteraad een besluit over de locaties.